Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door LRP. Blue is better. Met speciale dank aan LRP bekijken we in deze rcblog.nl video deze fraaie LRP S10 Blast TX2. Het is een schaal 1 op 10 vierwiel aangedreven zogeheten truggy, een combinatie van een buggy en een monster of stadium truck. Dit is de originele verpakking waarin de Blast TX2 geleverd wordt. En wat zit er allemaal in deze verpakking? Een zakje met drie zwarte dingetjes. Er wordt nergens in de handleiding een woord over gerept, maar het ziet er uit dat het output spline adapters voor aftermarket servo's zijn. Dus dat als je een andere stuurservo installeert, je een van deze gebruikt om de servoarm van de auto te kunnen laten passen. Dan twee stukjes dubbelzijdige tape en tie wraps, altijd handig. Twee extra van de stalen CVD-assen van de auto, ook altijd handig. Een 6 cellen LRP Wildpack nickel metaalhydride of NIM accupack, capaciteit 1600 mA. En dus uiteraard ook de oplader voor het NIM pack. Natuurlijk ook een dikke uitgebreide handleiding van zowel de auto als de zender en een LRP reclamegids. De meegeleverde pistoolzender is een 2,4 GHz LRP A2 STX Pro, voorzien van een digitaal proportioneel stuurwiel. Op de linkerkant van de zender vind je analoge zogeheten potentiometers voor bijvoorbeeld het instellen van de stuuruitslag en gas- of remgevoeligheid. En rechts twee grote draaiknoppen voor het kalibreren van stuur- en gastrims. De antenne bovenop de zender is in een hoek van 0 tot 90 graden te positioneren. De zender werkt overigens met maar liefst 8 AA-batterijen en dit maakt de zender weer zwaarder en sommige mensen vinden dit juist prettig. Maar je hebt dus wel 8 batterijen nodig en die zijn niet meegeleverd. En dan natuurlijk de auto zelf, de LRP S10 Blast TX2. Mooi ding om te zien, volledig geassembleerd en ready to run, oftewel klaar om te rijden. Even van dichtbij bekijken. 4 stuks offroad noppenbanden. Voelen aan als een medium rubber samenstelling op fraaie witte kunststof 7-spaaks velgen met daarachter 12 mm kunststof wielmeenemers. De body is vervaardigd van Lexaan, voorzien van een Lexaan vleugel en lijkt dus in principe stevig zat. De body bevestig je op 4 plekken aan het chassis met de meegeleverde metalen bodyclips. En als we de body verwijderen, dan komen we bij het kunststof chassis en de wielophanging. De Blast TX2 doet het met een traditionele draagarmophanging met caster en stuurblokken voorop en asdragers achter, gesteund door stalen pushrods. De auto is daarnaast voorzien van stalen Constant Velocity Driveshafts, kortweg CVD's, en ook swaybars, oftewel anti-rolbalken, op zowel voor- als achterkant. Elk wiel is voorzien van een oliegevulde schokdemper. De behuizingjes of shockbodies zijn van plastic, maar de doppen of shockcaps gelukkig van aluminium. De dempers zijn voorzien van schroefdraad, dus de preload of rijhoogte is eenvoudig in te stellen door aan de stelschroef onder de shockcap te draaien. Dan het chassis zelf. Kunststof zoals we al zeiden, dubbeldek zoals je kunt zien. Met om te beginnen dat doosje met die antenne bovenop. Dit doosje is LRP's waterdichte ontvangerbox. Jawel, de auto en de elektronica zijn bedoeld als zeer waterbestendig. Als we de ontvangerbox openmaken, dan zie je de rubberen pakking om water buiten de deur te houden en in de box de LRP A3 RX Deluxe 3-kanaals 2,4 GHz ontvanger. De regelaar in de Blast TX2 is de eveneens waterdichte LRP AI Runner Reverse. Het is een brushed regelaar en hij is geschikt voor 6 cellen NIMPACs of 2 cellen LiPo's. Eén nadeeltje aan de regelaar, deze Tamiya Molex stekker. Er kan maar weinig stroom doorheen en ze zijn wat gammel, dus je elektrische verbinding is niet echt optimaal.
Ons advies: Tamiya altijd afknippen en een betere stekker solderen. Dan de motor. LRP's Blast S10 koolborstel of brushed gelijkstroommotor. 20.500 toeren stationair, 23 turns. Leuk motortje voor de auto en werkt dus met max 8,4 volt. En om de motor tijdens het rijden koel te houden, is het chassis aan de onderzijde voorzien van een grote koelopening. En natuurlijk nog de stuurservo. Het is een LRP R7103 WP waterdichte 3 kg servo met plastic tandwielen, maar wel weer met een aluminium case. Verder is er in het chassis uiteraard nog plaats voor de batterij. Deze wordt in de batterijbak op zijn plaats gehouden door deze grote batterijklem, welke je met bodyposts op twee punten vastzet. Dat vastzetten kan op meerdere posities, zodat de klem in hoogte verstelbaar is, zodat je dikkere accupacks kwijt kunt. De bak is groot genoeg voor de meest gangbare 6-cellen NIM en 2-cellen LiPo-packs en is voorzien van een rijtje koelgaten in de bodem van het chassis. De LRP S10 Blast TX2 is zoals eerder gezegd voorzien van een fulltime vierwielaandrijving. De auto heeft dus een voor- en achterdifferentieel. De motor drijft de spurgear of hoofdtandwiel aan, welke direct via deze blauwe aluminium dogbone centrale aandrijfas de voor- en achterwielen aandrijft. De spurgear is uiteraard voorzien van een slipperclutch of slipkoppeling en de moer voor het afstellen van deze slipkoppeling is zoals je ziet makkelijk bereikbaar. Al met al is deze LRP S10 Blast TX2 een zeer goed uitgeruste 1-op-10 truggy. En hij lijkt dus ook zeer capabel om overweg te kunnen met lange stukken asfalt, crossbanen en offroad terrein. En dat dus voor een zeer vriendelijke prijs, want voor nog onder de 200 euro heeft LRP zo te zien een zeer complete hobbykwaliteit auto in huis. En dat maakt het dus weer een zeer aantrekkelijke RC auto voor met name de beginner. En hoe deze LRP het buiten dan precies doet? Dat zie je in de volgende rcblog.nl video over deze blitse LRP S10 Blast TX2. Abonneer je op ons rcblog.nl YouTube kanaal als je automatisch op de hoogte wil blijven van al onze nieuwe video's. We hopen dat je deze unboxing met belangstelling hebt bekeken en uiteraard zien we jullie graag de volgende keer weer terug.